Mevrouw Roosiek, ja? Hoe oud bent u nu? Ik denk dat het is dichtbij van 40. Of meer dan 40 zelf, dat kan ik ook niet zeggen. Eind oktober, dan gaan we haar 83ste verjaardag. Dan ben ik nou 80 geworden. Nou ben ik geen een meisje die kan ik touwtjes springen. Die touwtjes weg. Die knikker is weg. Goedendag. 21 september is het Wereld Alzheimerdag. Nu de eerste generatie hun bestaanen uit Suriname de ouderdom bereikt, groeien ook de zorgen. Een van de ziektes die onze ouderen kunnen krijgen is dementie. Dementie is een hersenziekte. Hoe ouder je wordt, hoe groter de kans dat je deze ziekte krijgt. Dementie is een verzamelnaam voor 50 verschillende hersenziektes. De bekendste is Alzheimer. Alzheimer is geen ouderdomsziekte, maar een hersenziekte waarbij delen van de hersenen niet meer functioneren en afsterven. Hoe is de situatie bij onze ouders en hoe gaan we om met dit gegeven? Ik ben hier specialist oudergeneeskunde GWZH en ik werk hier op deze locatie, Transvaal. Het kan voor de familie heel verwarrend zijn in het beloop van het dementieel proces, met name in het begin, beginnende dementie, omdat er in de goede momenten het lijkt alsof de patiënt of de dementerende goed functioneert. Terwijl het eigenlijk meer omgaat dat de ziekte niet wordt herkend. En dan denkt men van het valt wel mee. Daarom is voorlichting over deze ziekte heel belangrijk en deze ziekte bespreekbaar te maken en in de openheid in de gemeenschap te gooien om naar mogelijkheden te zoeken om hulp voor deze dementerende te pakken. Over dementie gesproken, er zijn natuurlijk verschillende subtypen dementie. Dus je kunt niet zeggen dementie in het algemeen, maar je praat over de ziekte van Alzheimer. Of over vasculaire dementie, dus een dementie op basis van vaatstoornissen. Frontotemporale dementie, dat betekent dat zowel de voorzijde van het brein, dit is de helft, hè, je kijkt in de binnenkant van de rechterhelft, je neus zit hier. En bij die frontotemporale dementie is het frontale gedeelte aangedaan en de slaapkwab, oftewel temporaal. Dus de drie grote subtypen. En wat betekent dat nou? Die dementie betekent eigenlijk het verloren gaan, het verlies van cognitieve functies, intellectuele functies, zoals geheugen, uitvoerende functies. Dingen als planning, kan ik nog goed van het ene onderwerp naar het andere onderwerp gaan qua gedachten? Heb ik aandacht bij de dingen? Dat soort belangrijke functies. Een van de gebieden die een grote rol speelt bij dat geheugen is de hippocampus. En de hippocampus is beroemd om zijn bijdrage aan geheugenfuncties. En als je nou kijkt naar de ziekte van Alzheimer bijvoorbeeld, is de hippocampus bekend dat die heel kwetsbaar is. Al zelfs in een heel vroeg stadium. Vandaar dat mensen met de ziekte van Alzheimer, waarbij de hippocampus kwetsbaar is, heel kwetsbaar, dat die als eerste, zeg maar, dingen ervaren als vergeetachtigheid, geheugenverlies, dat soort zaken. Terwijl die voorkant, dus die frontale lob, die speelt weer een hele grote rol, zoals ik net al zei, bij die uitvoerende functies. Maar ook dus bij ons gedrag. Bij het feit dat we ons gedrag kunnen controleren. Dat je je impulsen kunt controleren. Daar speelt dit gedeelte ook een hele grote rol bij. En mag ik de mensen ook nog wat vragen? Ja, gewoon al maanden hier. Maanden? Oké. Okay. Ja. Okay. We zijn dus pas van huis. Ja. Dat is waar. Ja, dank u. Ja. En hoe lang woont u hier? Weet u dat? Ja, ik kan niet zeggen. Nee, het is lang geleden. Moet ik zeggen? Ja. Ik kan niet zeggen. Nee, ik ben vergeten. Ben je vergeten? Ja, ik word ook vergeetachtig. Ja. Ouderdom. Ja.
En de begeleiding? Ja, is met hier met name gericht op het simuleren van het eigen kunnen. Van wat er nog intact is. En dat wordt zoveel mogelijk gesimuleerd. Hè, zeg ik het goed? Ja. U zegt dat heel goed. Hiervoor zorg je heel goed hoor. Ja. Ik vraag met mijn kinderen niks. Ik zeg jullie moet niks brengen. Ik krijg hier goede eten en slapen is ook goed. Van mij is niks te hoor. Alles is goed. Ja. Voor andere mensen weet ik niet. Chitra, wanneer kwam je erachter dat bij jouw moeder dat er meer aan de hand was dan vergeetachtigheid? Nou, het begon met heel licht vergeten. Bijvoorbeeld een klein voorbeeldje van je nodig je moeder uit. Dan is ze vergeten. Ik probeerde mijn broers ook te overtuigen dat het niet goed is met man. Want op een gegeven moment ga je verder en verder. En je schakelt thuiszorg in. Want ervoorheen deed ik haar medicatie, ging ik uitzetten. En daarna, 's avonds, belde ik haar op van... Mam, heb je medicijnen ingenomen? En volgende ochtend was ik bij haar gekeken. Nee, had ze niet gedaan. Dus thuiszorg ingeschakeld. En zo ging het geleidelijk eigenlijk met fases omlaag. En op een gegeven moment worden ze wantrouwig. Achterdochtig. Maar er was altijd wat aan de hand. Op een gegeven moment gaan ze zich verwaarlozen. Oké. En als je vraagt van mam, ben je vandaag gedoucht? Ja, heb ik gedaan. Maar dat was ze al vergeten. Dat heb ze niet gedaan. Ik kon mijn familie niet overtuigen dat mijn moeder aan het dementeren is. Ik heb een gesprek gehad met de huisarts. En zo heb ik eigenlijk de knoop doorgehaakt. En daarna heb ik mijn broers ook ingelicht. Mijn families meegenomen in de situatie van mijn moeder. Van, luister, nu moeten we een beslissing gaan maken. Wat goed is voor mam en wat niet goed is voor mam. Want mam kan niet zo lang thuis alleen blijven. Iedereen werkt, niemand heeft tijd. Eigenlijk heeft het te lang geduurd. Te lang. Wat is jouw werk? Mijn werk is ook in de zorg. Ook omgaan met dementerende mensen die thuis wonen. Je moeder is in slaap gevallen. Ja. Gebeurt dat vaak? Ja. Maar dit is een hele grote inspanning, hè? Dat hoort bij dementie. Oké. Inspanning is erg groot en ze raken heel gauw overbelast en vermoeid. Denk je dat je moeder gelukkig is hier? Soms. Wel, soms niet. Maar zoals ik mijn moeder zie, als de kinderen bij haar is alles goed. Wat zie je nou bij de ziekte van Alzheimer? Daar zie je dat die grijze stof heel erg kwetsbaar is. Dus de gebieden zelf. Denkt u eens aan de plaques en tenkels. Hè? Dus de plaques, de eiwitneerslag. De tenkels, de kliewen van zenuwen die helemaal in elkaar gekluwd zijn. Waardoor eigenlijk de informatieoverdracht van het ene gebied naar het andere gebied... Dat gaat heel moeilijk worden. Het is niet zo, laat ik dat even vooropstellen, dat je kunt zeggen, is er al een methode om dementie überhaupt te voorkomen? Dat is er niet. Maar als u mij zou vragen, kun je iets doen aan de risico's om dementie te krijgen? Kun je die verminderen? Ja. Is het antwoord ja. Want wat zijn de risico's? De risico's zijn hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, suikerziekte type 2, dat is de ouderdomssuiker. En waarom zijn dat de grote risico's? Omdat die drie, die ik nu al opnoem, die tasten uw bloedvaten aan. Uw bloedvaten niet alleen in uw lichaam, maar ook in de hersenen. Dus ja, u moet eigenlijk zorgen dat uw vaatstelsel in een hele goede conditie blijft. En liefst van jongs af aan. En hoe doe je dat? En hoe je dat doet is bijvoorbeeld dieet. In de zin van wat eet u, wat nuttigt u, zit daar veel suiker in? Zitten daar veel vetten in? En beweegt u wel voldoende? Want bewegen is in die zin fantastisch, omdat dat heel preventief werkt op hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, suikerziekten.
Zijn jullie er klaar voor? Ja. Mooi. Met uw handen allemaal naar links. En nu allemaal naar rechts. Beetje naar het midden toe. En nu? Naar links. Goed zo. En springen. Ja. Mooi, hè? Ja? Twee. Ze staat. En gooien. Ja, die was goed. Hè? Meedoen, hè? Zo. Ja, gooien. En nog een keer. Ja, applausje. Goed gedaan, hoor. 109 stappen gemaakt. Nou, wauw. Ja, hè? Dementie op zichzelf is inderdaad dodelijk. Het is een terminale ziekte. Gemiddeld is het 6 tot 8 jaar. Mag je ook op latere leeftijd beginnen met bewegen? Helpt het dan? Helpt het dan nog, hè? Ja, ja, ik denk zeker. De grote risicogroepen zijn natuurlijk ook mensen van middelbare leeftijd. Mijn leeftijd, die mensen die dan zeg maar wat minder actief worden, een wat rustiger leven gaan leiden. En als je dan wat ouder wordt en je hebt pijn in je knie, denk je, ach, waarom zou ik het ook doen? Het kan allemaal makkelijk zijn. Ja. Daar wil ik me tegen verzetten. Want dat is nou juist zo jammer. Je moet eigenlijk op middelbare leeftijd zorgen dat je in een goede conditie blijft. Zorgen dat u een half uur per dag achter elkaar gewoon lekker beweegt. Weet u dat er een taboe is over dit onderwerp bij hun bestaande? Jazeker. En dat heeft te maken, niet zozeer dat mensen er niet over willen praten. Het heeft ook iets cultureels in zich. Mensen zitten in een soort van chantage. Het is, ik noem dat chantage. Het heet misschien wel een culturele chantage waar mensen tegenaan lopen. Bij ons zeggen ze van, als je ouders hebben altijd voor jou gezorgd, dus nu is het tijd om voor je ouders te zorgen. Dus de chantage is niet zozeer in die zin van, we chanteren elkaar. We zitten in een culturele verstrengeling met elkaar. We kunnen dat niet loslaten. Wij zijn van huis uit gewend dat wij, of opgevoed met de gedachte dat wij voor onze ouders moeten zorgen. Als ouderen gaan dementeren, dan gaan er heel veel fases aan voorbij. Eerst om te herkennen en te erkennen dat er iets niet goed gaat met je ouder of met je familielid. En daarna op het moment dat je het herkent en erkent dat het niet goed is, dan moet je de stap nemen om een professionele hulp in te schakelen. Dat betekent dat je de vuile was naar buiten brengt. Dat Hindustanen doen dat niet graag. Die regelen het liefst zelf. Binnen huis lossen ze hun problemen op. Vroeger werd gezegd, meneer Japaglaige, onkel Murina Tikhega. Maar nu nog steeds wordt het in diezelfde trant gezien van, er is iets niet goed met het hoofd. Maar het wordt niet gezien als, het is een ziekte. Degene die die ziekte heeft, kan er niks aan doen. Het is een groot taboe. En daar moeten we echt met z'n allen heel hard aan werken. Wij wonen in een samenleving waarin je ouders niet in huis kunt nemen. Er ontstaan zulke gevaarlijke situaties. Al zou je met je hart zo ontzettend graag voor je ouder of je familielid willen zorgen in je eigen huis, in je eigen omgeving. Het kan gewoon hier niet. Want als je mensen gaan naar het werk en die praktijken zijn er. En ik durf te beweren dat bijna iedereen iemand in de omgeving kent die de moeder of de vader of de familielid thuis alleen maar uit liefde opsluit. Van, en naar het werk gaan en denken van, al het eten, alles staat voor klaar. Als ik terugkom, dan is alles weer goed. Maar dat is, mensen, dat is mishandeling. Dat heet oudermishandeling. Wij moeten beseffen dat wij gebruik moeten maken van hulp, van ondersteuning. En je helpt je ouder, je gaat echt sewa betekenen, die zorg geven. Zo echt onbaatzuchtige zorg geven die de ouder nodig heeft. Maak gebruik van professionele ondersteuning.